Deze container heeft een simulatieruimte in zich waarin we gezonde mensen laten ervaren hoe het is om dementie te hebben. En gebaseerd op die ervaring trainen we mensen hoe je omgaat met mensen met dementie. Dus vanuit de eigen beleving, vanuit de eigen ervaring leren omgaan met mensen met dementie. Gelukt. Binnen. Thuis. Hey, er ligt een testje op tafel. Oh ja, natuurlijk. Onze takenlijst. We nemen mensen mee in een verhaal. Een verhaal dat ongeveer 25 minuten duurt. En in dat verhaal zitten allerlei kenmerken van dementie verwerkt. Je bent zelf hoofdpersoon in dat verhaal, maar hoofdpersoon met dementie. Boodschappen in de koelkast. Ja. We moeten de kastdeurtjes van het keuken proberen. Ja, weet ik. Daar zit de koelkast. Het verhaal wordt verteld door je innerlijke stem. Die voert je mee in dat verhaal. En die laat je allerlei opdrachten doen. Het verhaal begint dat je thuis komt van het boodschappen doen. Je staat bij de voordeur, je gaat naar binnen, je gaat de boodschappen opruimen. Eigenlijk een hele gewone zaterdag, een stukje uit een hele gewone zaterdag. Maar de ruimte is zo gemanipuleerd en het verhaal is zo opgezet dat je voortdurend die aspecten die bij dementie ook belangrijk zijn, ervaart en daar ook de emoties bij gaat voelen. De frustratie, de angst, de onmacht, dat soort zaken. Probeer gewoon alle knoppen maar. Dat moet toch lukken? Dat is inderdaad om gek van te worden. We hebben het met name ontwikkeld voor mantelzorgers, omdat daar het grootste problematiek ligt in de dementiezorg. Een zware taak om te zorgen voor iemand met dementie. Maar het is ook heel geschikt voor professionals, beroepskrachten die in instellingen voor mensen met dementie zorgen of buiten instellingen. En voor studenten, mensen in opleiding voor een beroep in de zorg. God, wat was jij nou aan het doen? Leek alsof er een kleine jongen had ingebroken. Zou uiteindelijk iedereen een keer door deze simulatie moeten? Ja, dementie komt zo vaak voor dat wij merken dat eigenlijk iedereen die hier komt, of ze nou professioneel komen of op een bestuurlijke manier, maar ook in de persoonlijke sfeer wel iemand met dementie kent. Hoe voelt u zich? Nou, het is even wennen. Om weer even hier zo te staan vanuit een omgeving waar ik totaal de grip kwijt was. En waar ik totaal in verwarring ben geraakt. En mezelf kwijt ben geraakt eigenlijk. Het was een echte goede simulatie dus? Ja, absoluut. Ik kon me niet voorstellen dat het zo direct op je in kon werken. Het maatschappelijk bewustzijn moet toenemen. En we moeten echt naar een dementievriendelijke samenleving toe. Waar aandacht is voor de mensen met dementie die gewoon hun eigen plekje daarin nog kunnen houden. Tot zover deze introductie tot Into Dementia. U kunt de simulatie weer verlaten via de groene deur aan uw linkerhand.